erfgoedmakelaar Jan Willem, de man van de bijzondere panden, is vandaag helemaal afgereisd naar Weerdum, net boven Groningen. Hij gaat daar kijken wat er gedaan kan worden om dit prachtige herenhuis beter verkoopbaar te maken. Het landgoed Borg Rusthoven heeft 9 kamers, meet 320 vierkante meter en staat te koop voor bijna 9 ton. Kunstenares Annette woont er nu 25 jaar en kocht het ooit van een stichting. Nu wil ze samen met haar vriend Jan wel eens wat anders. Maar dat blijkt lastig, ondanks dat het pand veel kijkers trekt. Er komen heel veel mensen kijken, ja. Dat valt mij dus wel heel erg mee eigenlijk. Het is natuurlijk wel een heel speciaal project. Dus je begint wel ergens aan, maar er zijn wel heel veel mensen in geïnteresseerd. We merken dat er heel veel interesse is, maar het is toch een heel specifiek object wat lastig te verkopen is. Dat heeft enerzijds te maken met de locatie in Nederland, de ligging van een weg erachter, maar ook het feit dat het wel echt een restauratie is.